wij zijn ontzettend blij met deze actie. He, twee lege schouder aan schouder. Ja. En dat vinden we geweldig mooi. In samenwerking met de Koninklijke Marine heeft het Legers des Heils een maaltijdproject opgezet. Daarmee kunnen zij blijven voorzien in het uitdelen van maaltijden aan een groep mensen die juist in deze moeilijke tijd een stukje ondersteuning kunnen gebruiken. De Koninklijke Marine levert regelmatig diepvriesmaaltijden af bij het Legers des Heils aan de vismarkt. Zij zorgen er dan weer voor dat deze maaltijden een goede bestemming krijgen. In deze coronatijd is onze keuken te klein om in te koken met veel mensen. En wij zijn gewend om mensen maaltijden voor te zetten. En er wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. En dat het nu niet kon, dat was heel erg. En je bent in Den Helder, dus dan denk je maaltijden, marine. Dan doe je verzoek. En heel mooi, er werd zo spontaan op gereageerd. Van ja, het is mooi, want het is ook iets maatschappelijks. Zo willen we ook wel... Daar willen we ook wel mee bezig. Dus vandaar dus dat de marine ingezet is. Dat zijn natuurlijk maaltijden. Ze komen hier ingevroren binnen. Dus dat is voor ons ideaal. En waarom doet Defensie mee aan dit project? Nou ja, we zijn samen de hoeksteen van de maatschappij, zullen we zeggen. Leger en leger. Om het dat maar te koppelen. Geuniformeerd. Ja, militair en niet militair. Maar dat maakt niet uit. We samen, zijn we voor de maatschappij op aarde. Om het zo maar te vertalen. Wat mooi, ja. Die pakketten, hebben jullie die zelf samengesteld? Dat verschilt per keer dat we aanbrengen, de samenstelling. Het is ook, wat hebben wij beschikbaar? We kopen er niet specifiek voor aan, want dat mag ook niet. Het hoort ook niet, hè, want het is ook belastinggeld waarvan wij betaald worden. Dus we kijken echt van, waar kunnen we in voorzien wat we beschikbaar hebben, wat anders tof weggegooid moet worden, is ook zonde. Hoeveel maaltijden gaan jullie de komende tijd uitdelen? Nou, we hebben inmiddels al zo'n 200 maaltijden uitgedeeld. En we hopen nog veel meer uit te kunnen gaan delen. Aan de andere kant hopen we dat het straks niet meer nodig is. Want ja, we verlangen allemaal naar het eind van deze moeilijke coronaperiode. Maar zolang het duurt, dan zijn we er voor de mensen en dan staan we klaar.